In deze video wil ik laten zien hoe je de namen van signaalgroepen kunt wijzigen. Eerst wil ik dit laten zien voor de visuele signaalgroepen. Bij visuele signaalgroepen kun je door te dubbelklikken op een arm kun je signaalgroepen toevoegen. In dit scherm kun je nog niet de namen wijzigen van die signaalgroepen. Daarvoor moet u eerst op opslaan klikken. Vervolgens in zo'n arm, als u op een naam gaat staan, dan gaat die blauw oplichten. Dan kunt u daarop klikken. Dan kunt u vervolgens hier een nieuwe naam aangeven. Dat mag elke naam zijn, zolang die maar maximaal 3 karakters lang is. Een andere manier is rechter muisknop op de arm. Dan kunt u kiezen voor naam wijzigen. Klikt u op de naam van de signaalgroep die u wilt wijzigen. Opslaan en hij is gewijzigd. Verder, dat is vooral van toepassing als je T-splitsing hebt, kun je ook de namen automatisch laten wijzigen. Door te kiezen voor automatisch nummeren, dus rechter muisknop op de arm, automatisch nummeren, dan kunt u hier kiezen voor een standaard nummering die u wilt hanteren. Hier staat dan de standaard nummering voor de richtingen voor auto's, maar ook de andere richtingen zoals u hier ziet, voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers worden automatisch dan hernummerd. En dat is hoe u de namen kunt wijzigen voor de signaalgroepen die op een visuele manier zijn ingevoerd. We gaan nu over naar de signaalgroepen die op een niet-visuele manier zijn ingevoerd. Ik ga eerst even één naam invoegen. Oké. Wat u vervolgens kan doen is deze naam kunt u wijzigen door op de naam te dubbelklikken. En vervolgens kunt u hier een nieuwe naam aangeven. Enter. En de naam is gewijzigd.